Emmen ijzersterk in de wedstrijden die het thuis speelt. De laatste was die tegen PSV, een 1-1 gelijkspel. En inmiddels is Emmen toch alweer een week of zes ongeslagen in eigen stadion. Langer zelfs nog. 5 wedstrijden om precies te zijn. Tegen PSV, tegen Vitesse, tegen Fortuna, tegen ADO en tegen Feyenoord. Het is even wachten op de spelers van MS Sparta. Maar inmiddels komt de scheidsrechter naar buiten. Scheidsrechter Edwin van der Graaf. Ontzettend belangrijke wedstrijd tegen degradatie. In de strijd tegen degradatie voor Emmen. Gelijk in punten met VVV. 2 punten voor op ADO. De verschillen zijn ontzettend klein. Want de achterstand op bijvoorbeeld PEC Zwolle is maar 1 punt. De achterstand op Fortuna Sittard slechts 3 punten. En voor Sparta geldt, als het hier vandaag wint, dan zou dat niet alleen verrassend zijn, maar dan zou Sparta zelfs een stap zetten op weg naar het linker rijtje. Verliest Sparta vandaag, dan moet het toch ook alweer serieus omlaag kijken. De opstelling van Emma Burnett ontbreekt, de linksback. Geschorst na zijn rode kaart tegen VVV, dus speelt Veendorp, eigenlijk een centrale verdediger als linksback. Is Glenn Bijl terug in het elftal als rechtervleugelverdediger. Sparta speelt in dezelfde formatie als vorige week in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Toen werd het 0-0, Harouche onder de lat. Achterin Abels, Vriends, Matthij en Faye. Viermans middenveld. Met Haroui aan de rechterkant, Rai aan de linkerkant. En voorin Ache en Dervişoğlu. Wat wordt het vandaag hier in Emmen? Sparta heeft afgetrapt via Smeets. Mooi meegenomen die bal door Rahi, die het maar meteen probeert. En dat is een aardig schot. Lastige stuit ook voor Telgenkamp. Lauwersen. Chacon, goede loopactie. Bijna past het voor Emmen. Rahi wil de bal in de voeten. Goed overstapje. Dervişoğlu. Dat is de beste mogelijkheid tot dusver. En die is dus voor Sparta. Voor Halil Dervişoğlu om de score te openen. Aan de andere kant is Emmen weg. Ja, goede actie zeg van Sergio Peña. 4 tegen 4. Paasje van Peña. Kolar. En is dit een strafschop? Ja, dit is een strafschop. Veroorzaakt door Jurgen Matthij. De bal gaat op de stip. En dan gebeurt er in 30 seconden tijd een heleboel hier in Emmen. Want eerst krijgt hij de kans, Halil Dervişoğlu. En in de tegenstoot wordt door Matthij de strafschop veroorzaakt. Peña of voor Harouche. Nee, het is 1-0 voor Emmen. En het doelpunt dus voor Peña, zijn eerste strafschop. Hoekschop van Peña. Bij de eerste paal was Araujo, zijn landgenoot. Dat gecontroleerd door Veendorp. Peña. Hier is ruimte voor Lauwersen. Lauwersen is niet alleen. Kolar. Harouche keert. Peña. Dat is een goede bal op de Leeuw die zijn loopacties goed timed. Chacon, Peña vrij. Lauwersen. En dan komt Bijl buitenom. Kan Lauwersen zelf schieten. Het is aantrekkelijk voetbal wat Emmen speelt. Hens hier van Ache. Ja, weer een strafschop. Die arm zo onnatuurlijk hoog van de spits van Sparta. En dan kan de scheidsrechter niet heel veel anders doen dan de bal op de stip te leggen. En nu wordt het De Leeuw en niet Peña. Daar is over nagedacht bij Emmen.
En dan kan De Leeuw zijn zesde doelpunt van dit seizoen gaan maken. Maar veel belangrijker, Emmel 2-0 zetten. En dat doet hij. Zo is er geen vuiltje aan de lucht voor Emmen in het eerste half uur. Abels, Haroui. Knap binnengehouden door Achen. Dervişoğlu. Levert de bal zomaar in. Bij Glenn Bijl en dan wil Emma alweer snel omschakelen. Bijl is onderweg, Peña ziet het. Bovendien liep Collar buitenspel, dat maakte de beslissing voor Peña om de bal branden te geven. Makkelijker en uiteindelijk is hier de doelpoging van Collar. Lauwersen. Kan schieten natuurlijk Lauwersen. Haroush. Lauwersen blijft zijn acties maken. Kwam er hier wel wat fortuinlijk langs uiteindelijk. Ook omdat Faye daar zwak ingrijpt. Duarte in de ploeg. Rahi gaat er vanaf. Peña. In de drukte, Michael De Leeuw, Veendorp. Chacon doet het zelf maar een keer. Heel wat schoten op doel van Emme in de eerste helft. Zo lijkt Emme halverwege op weg naar de vijfde overwinning van het seizoen. De vijfde overwinning ook van dit seizoen in eigen stadion. Klembijl. Wat kan Emmen hier? Na bijna 10 minuten in de tweede helft. Peña, een mooi driehoekje. Met notabene Veendorp en de kans uiteindelijk voor Collar. Emmen is dicht bij 3-0. Blijft het 2-0, dan blijft het natuurlijk een wedstrijd. Emmen heeft nog niet verder afstand kunnen nemen van Sparta. En Ache is hier slim en kruipt ertussen. Duarte, Dervişoğlu, Awassar, maar eens een keer schieten Awassar. Het is een mogelijkheid voor Sparta. Eindelijk een mogelijkheid voor Sparta. Faye staat bij de eerste paal. De bal komt uiteindelijk terecht voor de voeten van Vriend. Dan Dervişoğlu die Hiarie wegzet. Hier komt uiteindelijk Hiarie toch als winnaar uit de strijd. Wil Dervişoğlu een vrije trap. Maar krijgt hij hem niet, is dit enorme afzwaaien van Peña. Lauwersen. Mooie trap. Chacon. De Leeuw. Chacon. Bal op de paal en dan is dit buitenspel. Dus het doelpunt telt niet van Collar. Het is wel een fraaie aanval van Emmen. De aanval die begint bij Lauwersen. Schitterende opening. Lastig te zien uit deze hoek. Daarmee kun je het ongelijk van de assistentscheidsrechter niet aantonen. Kwartier voor tijd. Het wordt Glenn Bijl. Maar die heeft ze wel eens beter genomen. Sar, Dervişoğlu laat zich niet wegzetten door Hiarie. Komt wel De Leeuw tegen. Dervişoğlu, nu komt hij er knap uit. Kan hij hem afgeven aan Smeets? Gaat hij voor zijn eigen kans? En dat is misschien niet de juiste keus. Helemaal niet, omdat Emma er nu uit kan via Peña. Na nuttig werk van Chacon. Chacon, die wat vermoeid lijkt na al zijn inspanningen, maar de bal toch nog knap binnenhoudt. En een goede schijnbeweging in huis heeft. Overtreding, Vriend. En Chacon kan even op adem komen. Vrije trap, Peña. En bal op de paal. Haroush wordt bijna verrast in de korte hoek.
De Leeuw verlengt hem heel bewust. Peña. Lauwersen. Abels is gezien. Lauwersen. De Leeuw nog. Wanneer wordt het eens een keer 3-0? Want Emmen heeft toch behoorlijk wat kansen. Peña schiet naast. Oh, bal schiet door en daar is de redding van Harouche. Geen hoekschop, want er is ook buitenspel gezien. Daar gaat de Leeuw weer. Lauwersen. Het zegt ook wel iets in de 84ste minuut dat Dick Lukien nog altijd niet gewisseld heeft. Hier is wel een dikke kans voor Sparta om iets terug te doen. Voor Pirou op aangeven van Ache. Hey, 85ste minuut. Op het hoofd van Lauwersen. Awassar krijgt een duwtje in de rug. Abels schiet de bal letterlijk het stadion uit. Vijfde overwinning van het seizoen voor de ploeg van Dick Lukien. En alle vijf die overwinningen pakten het hier in eigen stadion. Sparta was heel erg matig vandaag. En verliest voor de zevende keer in deze competitie. Emmen schrijft drie hele belangrijke punten bij. En dus gaat het publiek hier in Drenthe dik tevreden huiswaarts. 2-0 wordt het dus uiteindelijk. Ook hij zal ondanks zijn blessure dik tevreden zijn. Anko Jansen. 2-0 winst voor Emmen vandaag tegen Sparta.